Nu de diverse voetbalcompetities in Europa vanwege het coronavirus zijn stilgelegd, moeten ook profvoetbalsters Kieke van Es en Meerte Moraes op zoek naar alternatieve manieren om fit te blijven. Het duo uit Groningen en Venray strikt neer op het veld van Frietboys en Marseilles. Ja, door de situatie natuurlijk ben ik samen met Kieke een beetje gaan kijken, oké, wat kunnen we voor onszelf doen. En altijd maar op straat rennen, dat is natuurlijk ook niet iets. En via mijn contacten zijn we eigenlijk hier gekomen, dus daar zijn we echt heel erg blij mee. Toen ik door kreeg dat Myrthe ook naar Nederland kon, dacht ik, misschien kunnen we samen trainen. Ja, Myrthe had hier de connecties, dus was het vrij makkelijk de keuze. Ja, bij SC Sand is natuurlijk de training geschrapt, geen wedstrijden, de Bundesliga ligt stil. Hoe ziet jullie situatie op dit moment uit verder? Ja, we hebben afgelopen maandag te horen gekregen dat we tot en met 13 april tot nu toe geen training hebben. Tot en met 19 april ligt de competitie en de beker eruit. Dus ja, we hebben nu een eigen programma meegekregen om in die periode in ieder geval wel je conditie natuurlijk op enigszins spel te houden. En hoe het er daarna uit gaat zien, dat vanuit de DFB is dat ook nog heel moeilijk zeggen. Ja, want je bent noodgedwongen uit Engeland vertrokken, denk ik, bij Everton. Tot hoe lang heb je geen wedstrijden, geen training? Nee, op dit moment moet ik 22 maart terug zijn op de club. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat het verschoven wordt. In Engeland lopen ze iets achter. Dus ik verwacht dat over een week daar de situatie is zoals het hier nu is op dit moment. Dus even afwachten. En wel begrip voor de situatie? Ja, natuurlijk. Kijk, gezondheid staat natuurlijk altijd voorop voor iedereen. En dan staat voetbal even op een tweede plek. Maar nu is het ook wel fijn om dan in deze situatie juist even thuis te zijn. Ja, ik ben vooral heel erg blij dat ik bij ze kan zijn. Het is vooral heel erg chill. Ja, je doet niet zo heel erg veel. Je kunt nu wel dingen doen waar je normaal geen tijd voor hebt. En daar ben ik wel heel blij mee. Dus heel veel aandacht voor de familie en voor de hond. Dus dat is alleen maar positief. Ja, dat was natuurlijk ook nog wel even de vraag of dat ik naar Duitsland nog richting Nederland kon komen. Maar toen we maandag het bericht hadden gekregen, werd vanuit de club ook meteen gezegd van degene die naar huis willen, gaan naar huis. En ik kwam gelukkig Nederland nog in. Dus meteen de auto ingestapt en bij familie en vrienden natuurlijk te zijn. Anders zit je namelijk op je appartementje in een omgeving waar je natuurlijk heel weinig kent. Dus daar ben ik wel blij omdat ik nu wel in Nederland ben. Ja, ik zie Myrthe daar lekker stoeien met de bal. Verdwijnt dat snel, dat balgevoel en de conditie? Balgevoel niet, maar de conditie denk ik wel. Vooral wedstrijdritme. Je kunt natuurlijk rondjes gaan rennen. En dat is wat we natuurlijk ook moeten doen. Om een beetje fit te blijven. Maar wedstrijdritme is toch heel anders. En dat raak je wel nu wel kwijt. Ja. Zijn jullie nog een beetje aan elkaar gewaagd? Ja, zeker. Dat is natuurlijk altijd. En ons balgevoel zal nu ook wel iets minder zijn. Maar wat ik al zeg. Wij gaan nu samen hier lekker trainen. En dan op die manier ons fit houden. Dan even terug nog naar het Nederlands team. Hè. De Olympische Spelen gaan nog wel door. Hoe zie je het voor je? Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Ik hoop natuurlijk dat het doorgaat. Want het is iets waar we natuurlijk met z'n allen al heel erg lang naar uitkijken. En als het weer met een jaar wordt verplaatst of hoe ze dat ook willen gaan doen. Dan is het natuurlijk nog maar afwachten hoe je ervoor staat. Dus ik hoop gewoon dat het doorgaat. Maar het zal een spannende periode worden, ja. Ja, normaal loopt hier een café-elftal van Frietboys Marseilles. En nou zijn de profs bezig. Ja, dat moet ook voor jullie gek zijn. Ja, gek. Maar we voelen ons wel vereerd dat we die dames hier kunnen laten sporten. Maar ja, wij willen ons veld beschikbaar stellen voor die twee dames. En hopen dat ze in topconditie blijven voor het verdere seizoen wat nog gaat volgen. Wanneer het veld ligt er aardig bij. Is het, de trainingsaccommodatie is hier beter dan bij Everton? Ja, vele malen beter. Ik ben hartstikke blij dat we überhaupt over het veld kunnen. Dus voor ons is natuurlijk ook fijn dan alleen maar rondjes te rennen op de straat. En nu kunnen we toch iets met de bal doen. Dus daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Blij dat Frietboys Marseilles het veld voor jullie heeft geprepareerd. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Ja. Dat wij in ieder geval wel ons ding kunnen doen op dit mooie gemaaide veld. Dus dankjewel voor vanuit Marseilles. Frietboys, bedankt voor het beschikbaar stellen van het prachtige veld.